DorpsTV Achterveld. Sinterklaas is weer in het land. Over een week komt hij ook naar Achterveld. Hij zit aan de ontbijttafel. Laten we eens gaan kijken. Ja. Ja? Ja. Wat zou u graag willen eten? Eieren. Eieren? Ja. En pannenkoek. Pannenkoek? Oh. Ja. Oh. En mevrouw de Vette, wilt u... Wat wilt u ook wat eten? Een eitje. Eitje? Een eitje, ja. Een broodje kaas? Broodje kaas. Ja, ik denk dat ik dat ook wil. Ja. Ja. Goedemorgen! Hallo! Goedemorgen Sinterklaas! Wat had u vandaag willen eten? Nou, ik dacht dan een vers glasje melk. Ja. En een broodje kaas. En ik denk voor het avondeten... Ja, doe maar eens pannenkoeken. Staat genoteerd, Sinterklaas. Kom voor elkaar. Maar waar komt de verse melk vandaan? En de kaas? En in de pannenkoeken moeten toch eieren? Ik weet niet waar die vandaan komen. Ja, maar Piet, dat horen alle Pieten te weten. Op de boerderijen wordt zoveel werk verzet om die producten voor elkaar te krijgen. Sorry, joh, Sinterklaas, dat weet ik toch allemaal niet? Nou, weet je, ik ga het de Keukenpiet vragen. Ja, Keukenpiet, waar ben je? Piet, kom eens hier. Zeg, weet jij waar de melk, de verse melk en de kaas en de eieren vandaan komen? Die producten worden hier altijd gewoon bezorgd. Dat is toch gek dat ze het niet weten? Ik snap het ook niet hoor. Nee. Ze moeten toch weten waar het vandaan komt? Ja, natuurlijk. Niet, vindt u ook niet? Ja. Het is een moderne tijd, Sinterklaas. Ja. Zo. Nou, Sinterklaas, ik zou eerlijk gezegd ook niet weten waar al die verse producten vandaan komen. Nou, breek beklomp. Dit kan echt niet. We moeten nog een heleboel werk verzetten. En jullie moeten toch echt weten waar het vandaan komt. Dit kan echt niet. En vooral jij, Keukenpiet, jij hoort het te weten. Jullie gaan maar eens op de boerderijen bekijken hoe alles in zijn werk gaat, het boerenleven. Ja? Oké, Sinterklaas, we hebben er nu al zin in. Zo, het heeft gespaard. U ook, meneer Aert? Ja, prima. Ja? Ja. Nou, dan ga ik mijn handjes maar eens wassen en verder met mijn werk. Ja, is goed. Ja. Prima. Bonte kaas en eieren, pannenkoeken. Kijk eens, Piet. Hier heb je die kippenboerderij waar Sinterklaas het over had. Komt daar dan de melk vandaan? Nee, joh, maf Kees. De eieren natuurlijk. Huh? Ik heet toch helemaal geen Kees? Zullen we gewoon even gaan kijken? Ja, dat is goed. Oh, kijk. Hoi, boer. Hallo. Ik ben Piet. Hoi. Hoi. Ik ben Piet. Hoi. Wij zijn op zoek naar eieren. Heeft u die toevallig? Ja, we hebben heel veel eieren. Oh, kijk. Kun je laten zien waar ze vandaan komen? Jazeker. Loop maar even mee. Oh, dat is leuk. Ja, kom. Zo, dan moeten jullie eerst even je handen wassen. Over je handen plassen? Nee, ik zeg je handen wassen. Oh! Schoon. Oké, gaan we verder. Maar nu jullie hier toch zijn, misschien willen jullie wel even helpen met stapelen. Dat kunnen wij wel. Ja, dat wel, kunnen ja. Wij niet, ja. Dan zal ik het eens uitleggen. Wat leuk. Kijk, de eieren die hier op de bank liggen, die zijn vandaag gelegd. Die gaan we nu opstapelen. Kippen, die zitten te slapen nu. We gaan die eieren opstapelen en die doen we in treesjes, 6 stapels en dan op de pallet zetten. Oké. Snap je? Ja. Ja? Ja. Nou, hier zet je de machine mee aan. Ik druk op 1 en 2, beginnen de banden te lopen. Gaat dat lukken? Ja, dat kunnen wij. Ja, wij kunnen dat. Nou, dat is een uitje. Ja. Nou, succes in ieder geval. Dan ga ik wat anders doen zo.
wat zijn dat nou? Dat zijn gekleurde eieren. Maar de paashaas is er toch helemaal niet? Het is nog geen Pasen. Hij voelt wel zoals het gewone ei. Nou, die kunnen we ook wel meenemen, toch? Ja. Zullen we dat doen? Ja, die gaan we ook weer in de tree doen. Hoe gaan we dat doen? Waar gaan we in stoppen? Hier, ik gooi hem naar jou. Dan kun jij hem in de tree doen. Ah, Piet, dit meen je niet. Oh, en wat nou als de boer terugkomt? Oh, wat dom. Oh, nee. Oh, jee. En nu? Volgens mij hoor ik de boer al aankomen. Oh, nee. We gaan het opruimen. We gaan het opruimen. Hallo, hallo. Alles goed met jullie? Ja hoor. Ja, heel goed, super. Maar waarom hebben jullie de machine uitgezet? De paashaas is langs geweest, denken we. De paashaas? Klets niet, dat kan toch nog helemaal niet? Kijk. En die zaten op de boot? Die zaten ertussen. Ja. Hebben jullie lopen spelen? Nee hoor, dat doen wij niet. Nee. Ja, nou, maar we willen het toch wel opruimen? Nou, dat is simpel. Ja, ruim de boel maar op. Ja, dankjewel. Gelukkig. Een doekje. Oh, en kijk, hele vloer eronder. Oh, ik weet het niet. Heb jij iets gezien, Piet? Misschien moeten we de hond even goed proberen. Ja. Nou, we hebben in ieder geval goed geholpen. Ja, we zien wat er gebeurd is. En Sinterklaas is misschien nog gek op een eitje, of niet? Ja. Ja, zeker. Ja. Zal ik een doosje voor hem meegeven? Oh, dat is wel heel lief van hem. Dat gaan we doen. Dat vindt hij wel leuk, hè? Ja, dat vindt hij echt heel leuk. Soms is lekker bij het ontbijt. Ja, maar hij wilde toch ook nog pannenkoeken eten? Oh, dat kan hij maken met die eieren. Ja. Dat is lekker. Oh, wat gaan we tegen hem zeggen? Dat is leuk. Ja. Dat zijn de echte. Ja. Dan hebben we echt goed in de goede tijd. Ja. Kijk eens. Voorzitter. Dank u wel. En ook dank u wel dat we mogen helpen. En dat alle uitleg. Jullie bedankt voor de hulp. Nou, dank je wel. Heel goed. Dank je wel. Dank voor jullie hulp. Ja, graag gedaan. Nou, tot de volgende keer. Oké. Dag hoor. Dag hoor. Doei. Doei. Jullie weten hoe je naam van Tony? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat was interessant. Eieren, eieren en nog eens eieren. De pieten hebben weer veel geleerd. Wat zullen ze nog meer gaan leren?